Goedemorgen iedereen, we zitten in het Tegelmuseum van Otterlo. Hier blijven we niet zo lang en daarna gaan we verder naar, hoe noemde dat nou weer waar we straks naartoe gaan? Ik ben het weer al vergeten. Ik ook. Oeps, nou ja, dat hoor je straks wel. Dat vind ik nog wel mooi. Ja, ik geef toe, het is puur omdat er vogels op staan. Speciale klok. We zijn in Giethoorn en zitten nu op een bootje. We hebben er net gegeten, gewoon boterhammen. Nu gaan we dus een tijdje varen. Ze noemen dit ook wel eens Groen Venetië. Don't ask me why. Hier hebben we er straks geluncht. Nu gaan we hier nog een koffietje drinken voor we terugkeren naar het hotel. Want het is best nog wel een eind rijden. Een uur of twee ongeveer, denk ik. Taart. We doen onderwege nog een terrasje voordat we terug naar het hotel keren. Dat is gewoon links. Ja? Oh ja. Hier hebben ze heel mooie beelden. Een das. Een vosvest. Oh ja. Staat hier vol van die schoonbeelden. Een hond daarop. De schaapjes op jacht. Mm-hmm. Een kalkoen. Een of ander een trol. Ja. Oh god, een oude schommel. Mm-hmm. Mooi. Zo. Dat is hier een leuke schommel. Precies, kijken. Dat is mooi gedaan. Dat is ah ja. Ik dacht eerst dat het een eekhoorn was. Oeps. Hey. Die doen dat zo grappig, hè? Oeps. Om te zien wat ik van Juri heb gekregen. Dat is zo'n opvouwbaar zakje. Dat is kei mooi. We zijn terug in het hotel. Ik heb me rap even omgekleed. En nu gaan we eten. Ons voorgerecht een heerlijke kippensalade. Met spekjes, eieren, tomatjes. Een heel goede kip. Jam, jam. We hebben als hoofdgerecht vis gegeten, maar wel ik vergeet het te filmen. En dit was speciaal patéke, denk ik. Met ijs. We
Het is nu 12 uur. Ik moet toegeven, het is laat dat we eten. Het is om 7:30 dat we nog maar pas beginnen met eten. En om 9:30 zijn we dan klaar. Dus dat duurt wel even eer dat dat verteerd is. Maar ik kan nu toch proberen te slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Dag!